In de schijnwerpers als professioneel wielrenster was Roxane Kneteman aanvankelijk relatief onbekend. Echter, haar overstap naar de televisiewereld bracht daar verandering in. Roxane groeide uit tot een ware beroemdheid, vooral dankzij haar optredens als wielerdeskundige bij het populaire programma Vandaag Inside. Haar vader, de legendarische wielrenner Gerry, had het geluk niet meer om Roxane's professionele wielercarrière te aanschouwen, waar ze jarenlang op het hoogste niveau met de beste dames ter wereld meer reed. Maar er gebeurde iets opmerkelijks in de familie, dat bij velen onopgemerkt bleef. Haar oudere broer Marnix, destijds 45 jaar, besloot deel te nemen aan het datingprogramma Boer Zoekt Vrouw. Hoewel zijn avontuur op televisie aanvankelijk niet leidde tot liefde, veranderde dat snel. Jeugdvriendin Emmy, die de afleveringen van Boer Zoekt Vrouw volgde, was onder de indruk van Marnix en meldde zich op zijn boerderij. Met succes, want de twee wonen nu nog steeds samen. Roxane zal ongetwijfeld blij zijn met haar nieuwe schoonzus, maar ook met de financiële zekerheid die ze geniet. Haar suikeroom, oom Jan Dirk Donker, een broer van haar moeder, speelde hierin een cruciale rol. Voor zijn overlijden in 2014 liet hij officieel vastleggen dat Roxane en haar zus Elise zijn enige erfgenamen zijn. Ze erven niet zomaar iets, maar een groot pand in Krommeni. Dit pand huisvest niet alleen de bekende slagerij Donker, maar ook diverse verhuurbare wooneenheden, en dat allemaal zonder hypotheeklast. Roxane en haar zus Elise hoeven zich dus geen zorgen te maken over financiële onzekerheden.